Ik ben Jan. En ik ben Stan. En wij zitten bovenop jouw nieuws. Is er wat u van complimenten vindt? Ik vind dat het belangrijk is voor een persoon. Ja, zeker. Maar wat nou als u ze heel erg vaak hebt gehoord en steeds van dezelfde personen? Worden ze dan niet vervelend? Nee, denk het niet. Of als ze bedoeld zijn als slijm? Dus dan vindt u de complimenten niet vrouwelijk. Dan maken ze u niet vrouwelijk. Nou ja, meestal als je een compliment krijgt en ook al is het slijm, dan zit er toch een kern van waarheid in. Dan zeggen ze toch iets wat waar is, maar misschien niet omdat het oprecht is. Maar zelfs dan kan het leuk zijn om te horen. Oké, dank u wel. Ja. Wat vindt u van complimenten? God. Maar op een gegeven moment wordt u toch ook zat van. Als u heel vaak hetzelfde compliment krijgt, wordt u toch ook zat van. Ja, op een gegeven moment luister je er ook denk ik niet meer naar. Wat vindt u van complimenten? Ik hou van complimenten. En als het nou is om te slijmen? Hoe meer slijmen, hoe beter. Vooral als je al boven de 40 bent. Oké. En als iemand je een compliment geeft en daarna zegt, wil je de afwasmachine voor meer ruimen? Wat vind je daarvan? Nou, dat mag je dan lekker zelf doen, hij of zij. Dat gaan we niet doen. Dank u wel. Ja. Wat vindt u van complimenten? Nou, over het algemeen heel erg leuk. Maar als het nou is om te slijmen? Slijmen? Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Zo nep. Ja. Nee. Voor de elparen genoeg. Dan deze jongens, als ze groeien, dan makkelijk journaal is. En heel aardig jongens. En voor de later elparen genoeg. Een speciale voor de journalist. Dank u wel, jongen, voor de